via Cultura Weekend Magazine. We besteden aandacht aan wonen in een tiny house. Kirsten, over tiny houses. Jij bent van stichting Tiny Houses Terechtsteden. En jullie zetten je al heel lang in om binnen de Drechtsteden locaties te vinden om tiny houses projecten neer te zetten. Eerst even kort, wat is het kenmerk, echt het wezenskenmerk van tiny houses en willen leven in een tiny house? Je kunt het eigenlijk heel snel samenvatten, minder is genoeg. En dat is eigenlijk wat mij persoonlijk leidt, dat ik ben vaak verhuisd en die huizen werden steeds groter en steeds luxer. Maar eigenlijk werd het steeds onaangenamer, omdat die ruimte die was helemaal niet meer zo aangenaam. En ik was vooral ook kwam terecht in de echtscheiding, was op zoek naar betaalbare woonruimte. Had geleerd dat ik eigenlijk niet meer zoveel nodig had. De meeste dingen die ik nodig had, zaten in 2-3 tassen. En daarmee was ik gelukkig. Ja. Dus klein wonen, dat sloot gewoon veel beter bij mij aan en hoe ik nu in het leven sta. En, dus dat is voor mij persoonlijk. En we zien, het is een beweging die is overgewaaid, zeg maar, vanuit Amerika, Tiny House Movement. Het is een paar jaar aan de gang. En hier in Nederland hebben we de voorstrijder in Marjolein Jonkers van Marjolein in het Klein. Ze is daar echt, heeft het in Nederland bekendgemaakt. Maar hier in de Drechtsteden zijn wij uit Stichting Tiny House Drechtsteden, dat we ons inderdaad sterk maken voor locaties. Mm-hmm. Zodat mensen hun ecologische voetafdruk steeds meer kunnen verkleinen, doordat ze zelfvoorzienend gaan wonen. Dus dat is het doel. Daar maken we ons sterk voor. Want ik begrijp dat mensen die kiezen om in een tiny house te gaan wonen, ook echt volledig zelfsupporting, zelfvoorzienend leven uiteindelijk. Dus eigenlijk helemaal geen ecologische footprint hebben, zou ik bijna zeggen. Heel klein. Ja, omdat je moet dan ook echt denken, het regenwater wordt opgevangen, het wordt gezuiverd, dus je gebruikt het regenwater. Je bent niet aangesloten op de riolering, omdat zelfs daar zijn hele mooie systemen voor ontwikkeld, dat je dat niet meer hoeft. En je grijze water wat je overhoudt, dat wordt gezuiverd in een hele fietenveld. Dus dat betekent ook dat je daarvoor ook niet aangesloten hoeft te zijn op de riolering. Waardoor je daarvoor geen voorziening van licht water en riolering hoeft, omdat stroom die ga je ook opwekken met zonnepanelen op je dak. Ja. En ik heb ergens gelezen dat er binnen de Drechtsteden inmiddels ruim 200 mensen zijn die eigenlijk wel de ambitie hebben om de overstap te maken van een reguliere woning, zeg ik dan maar, naar een tiny house. Dat is een behoorlijk groot aantal. Ja, het zijn zelfs nog meer. Hè? We zitten volgens mij nu aan de 250 geïnteresseerd in ons bestand. Mm-hmm. Er zijn mensen die hebben ons opgezocht op de website, hebben contact met ons opgenomen en hebben zich aangemeld als geïnteresseerden. Die krijgen regelmatig van ons een nieuwsbrief waarin we vermelden wat zijn onze acties geweest in de Drechtsteden. En we hebben ook een groep van, 180 donateurs. Dat zijn mensen die betalen een bijdrage aan ons. En zij zijn de eerste die we informeren als we informatie over een locatie hebben. Ja, en locaties, dat is behoorlijk spannend. Zeg dat. Ik begreep dat er afgelopen dinsdagavond een commissievergadering fysieke leefomgeving geweest is in de gemeente Dordrecht. Waar in ieder geval jullie initiatiefvoorstel, want jullie hadden een initiatiefvoorstel aangeleverd, behandeld en besproken is. Liep dat naar tevredenheid? Nee, dat natuurlijk niet. Omdat met de uitkomst zijn we zeker niet tevreden. Wij hadden op dinsdagavond met bestuursoverleg, dus we konden het met z'n allen volgen. Misschien ons initiatiefvoorstel gaat over een wat groenere locatie in Dordrecht, op de Oudendijk. Omdat we zien in Dordrecht natuurlijk wel, de gemeente heeft haar eigen project in Grappenhof. En er is een heel kort project, Plan Tussentij, waar hier in Dordrecht tiny houses staan. Maar wij willen daar heel graag voor Dordrecht ook een groene locatie toevoegen. Helaas voor ons het pech dat de coalitie in Dordrecht, die hebben afspraken gemaakt over dat de Zoutpolder, waar onze locatie is, dat die niet bebouwd wordt, dat het polderlandschap onaangetast moet blijven.
Nou, wij hoopten met ons tiny house plan eigenlijk waarde aan toe te voegen. Omdat ja, wij gingen daar geen. Ons plan was niet om daar grote villa's neer te zetten. Nee. Met heel veel steen en villa's die 100 jaar blijven staan. Nee, tiny houses, tijdelijk. Hè. 10 jaar is er heel fijn om daar met je tiny house te mogen staan. Ja. Waarde toevoegen aan het groen wat er al is. Maar helaas. Ja, de projecten rondom tiny houses zijn doorgaans van tijdelijke aard. Hè? Ja. Een jaar of 10 en dan zou het weer moeten worden verplaatst. Dat is ook het mooie. Ja. Je kunt je house gewoon meenemen. Ja. En, Timothy, ik begreep dat jij op het punt staat om te verhuizen. Ja. Overwogen om in een tiny house te gaan zitten. Nou, ik vind het niet zo'n groot huis waar ik ga wonen. Het is behoorlijk tiny. Maar ja, ik vind het supermooi. Tiny houses, ik heb er zelf wel enig onderzoek naar gedaan. Ik heb ook tijd naar zo'n programma zitten kijken. Wat dan in Amerika afspeelt, al die tiny houses. Daar heb ik ook een paar afleveringen van gezien. Onwijs gepimpt. Ja. Ik vind het prachtig om te zien. Maar ja, ik ben muzikant. Ja. Je bent wel eens in mijn studio geweest. Dat klopt, ja. Dus dat stukje van te veel materiaal hebben, daar ben ik nog niet aan toe, zeg maar, om dat te gaan minderen. Nee, ik herinner mij een behoorlijk volle. En elektriciteit is ook wel een ding, denk ik. Ja, ik herinner mij een behoorlijk volle studioruimte met allerlei instrumenten en dingen die veel energie vroegen. Ja, wel in een energiehuis. Maar. Tegelijkertijd. Ik bedoel, jij bent ook betrokken bij, samen met jouw echtgenoten, bij het restaurant Daantje. Ja. Dat is toch wel ook een restaurant en een manier van leven, veganisme, wat heel erg raakt aan kleine ecologische footprint. Ja, nee, ik vind het fantastisch. En het is wel iets wat ik in overweging zou nemen als dat. Als dat wat meer geplaveid is. In een latere fase in jouw leven. Ja, ik zit even in een andere fase in mijn leven om dingen voor elkaar te krijgen. Ja, en als het gaat om die wegplaveien, om tiny houses beter hun plek en positie te verwerven. Wat zijn nu jullie plannen voor de komende tijd? Nou ja, de avond in Dordrecht geven we toe. We zaten echt even bij de pakken neer. Omdat, weet je, je denkt van je hebt een goed plan gemaakt. Je hebt goed duidelijk gemaakt wat het verschil is. Waarom het zo'n goede toevoeging is aan Dordrecht. Waarmee de gemeente ook op zo'n groene locatie het experiment daarmee kan aangaan. Dus het heeft even geduurd voordat we het konden verwerken. Gelukkig in de Drechtsteden verwachten we dat we binnenkort in Molenlanden toch echt aan de slag kunnen met locaties. En daar liggen een aantal projectplannen rond Griesenburg, maar ook in andere dorpen, waar mooie groene locaties zijn. Ja. Het enige wat daar nog het heikele punt is het waterschap. Het waterschap helaas is nog een beetje angstig. Ze kunnen gewoon nog niet omgaan met de zuivering op een helofietenveld. Dus we kregen dan de vreemde vraag van het waterschap. Kunnen die huizen niet eerst aangesloten zijn op een septic tank? Daarna op een helofietenveld en daarna in de vijver? Toen dachten we van, ze snappen niet wat een helofietenveld is. Ja. Dus daar zijn we ze nu aan het uitleggen. We hebben een overleg met hun ingepland. Maar even voor de kijkers en luisteraars thuis. Kun je het met een paar zinnen helder maken wat een helofietenveld is? Ja, natuurlijk. Een helofietenveld moet je voorstellen, is een biologische plantenfilter waarin je afwater gezuiverd wordt. Mm-hmm. Er zijn meerdere lagen. Denk aan grind, denk aan schelpen, maar denk ook aan oeverplanten, aan gras, waardoor die wortels van deze planten zuiveren het water. Mm-hmm. Dus het water wordt ingeleid in het helofietenfilter. Hij doorzijpelt alle lagen van het helofietenveld. En aan de onderkant komt schoon water, kun je weer omhoog pompen richting de vijver. En dat is toch heel iets anders dan wat zeg maar, op het boerenland nog afgevloeid wordt in de afwateren. Dit is echt schoon water, je kunt het zelf drinken. Nou is de laatste partij waarvan ik dan weerstand of vragen verwacht, zou dan het waterschap zijn. Je zegt het. Ja, ik bedoel, het draagt enorm bij aan volgens mij het wezenskenmerk van wat een waterschap ook beoogt. Namelijk zorgen dat het oppervlaktewater helder, schoon en van goede kwaliteit blijft.
Ja, nou ja, we begrepen het ook niet. We hebben van alles en nog wat erbij gehad, onderzoeken over de zuivering daarvan. Maar we hebben het gevoel dat we het echt in Jip en Janneke taal moeten uitleggen. Ja. Dus we gaan nou een heel simpele presentatie maken. Wat is het verschil tussen riolering, een septic tank en een helofietenvet? Oké, nou ja, ik ben heel erg benieuwd naar die presentatie in ieder geval. Ik herinner mij van de bespreking in Dordrecht op die dinsdagavond, waar jullie even bij de pakken neerzaten, dat veel partijen wel lovende woorden hadden over het initiatief als zodanig en de noodzaak om met tiny houses projecten aan de slag te gaan. Zie je daar nu ook een lichtpuntje voor de toekomst dat die politieke partijen wat dat betreft de daad bij het woord voegen? Jazeker. Inderdaad, we moeten ook niet te negatief zijn. Zelfs het college heeft toegezegd om binnen een half jaar met locaties te komen. Dus dat is sowieso een pluspunt. We zullen het ook niet laten om nog zelf locaties aan te dragen. Onder andere hebben we ook een plan ingediend voor de dierenweide Middenburg. Mm. Ook daar ligt van ons een plan bij de gemeente. Ja. Dus als het om een groene locatie gaat, vinden we dit ook een hele mooie. Ja, ik zag die suggestie op Twitter langskomen. Ja. Er kwam prompt een reactie onder te staan van de verantwoordelijk wethouder. Ja. Ja, nou ja, het was minstens al één reactie. En hij gaf ons inderdaad mee dat ook daar een zorgvuldige afweging gedaan gaat worden. Ja. Ja, we hebben verder nog geen reactie gehad van de gemeente. Dus dat is dan ook wel jammer dat wij dat eigenlijk ook tegengehouden wordt. Of we snappen Dordrecht niet helemaal. Ze hebben hun eigen ambitie, ons eigen project eerst van de grond stampen. Nou, we weten, het gaat over de locatie Grappenhof. Daar zijn ze in 2016 met de motie mee begonnen. Ja. We hebben eind 2020, er staat nog steeds geen tiny house. Dus ja. Hoe lang moeten we nog wachten tot dat experiment eindelijk afgesloten is? Ik heb ook begrepen dat de gemeente wil dan ook graag evalueren hoe dat gaat met tiny houses op Grappenhof en op de Vleiweide. Ja. Jullie zeggen wel eens van dat zijn niet echt maatgevende projecten. Nee, zeker niet. Grappenhof moet je denken, dat is tussen de flats, het is binnenstedelijk. De huizen kunnen niet zelfvoorzienend zijn, omdat ze moeten aangesloten zijn op de riolering. Je kunt geen watertank in de grond zetten, omdat je mag niet dieper dan 50 centimeter graven vanwege verontreiniging in de grond. Een watertank die zet je niet bovenop de grond, omdat dat oogt verloedert. En juist, je wilt met die tiny houses ook juist laten zien aan omwonenden van, het is een andere leefstijl. Het zijn geen woonwagenkamps. Het is echt heel iets anders dan mensen misschien van vroeger kennen. Ja. Het zijn geen zigeuners. Het zijn gewoon mensen die gewoon, Het is duurzaam, precies, milieubewust. Een andere manier van in die samenleving willen staan. Ja. Nou ja, Kirsten, ik wens jullie in ieder geval met Stichting Tiny Houses Drechtsteden heel veel succes om hopelijk dan ergens in dat komende half jaar met ook in Dordrecht tot overeenstemming te komen over een plek waar het echt volledig volgens het concept kan worden ontwikkeld. Heel veel succes daarmee. Hartstikke bedankt dat je hier in de uitzending wilde zijn.